De kwestie Ornamibo is nu een prioriteit van de regering geworden. Minister Antoine Elias van Volksgezondheid en DC Audrey Hankers hebben zich vanmorgen ter plekke georiënteerd. Vanmiddag ging vicepresident Ashwin Adin in opdracht van president Boutersen naar de vuilstortplaats. Daarna heeft de VP een persconferentie belegd op zijn kabinet. Adin was daarbij vergezeld van de ministers van regionale ontwikkeling, onderwijs, volksgezondheid, justitie en politie en de DC van Wanica Zuidoost. En dat is Audrey Hankers. Aan de tafel zaten ook vertegenwoordigers van het NCCR, NIMOS, de brandweer en het BOG. VP Adin bracht dank uit aan de brandweer voor het werk dat ze de afgelopen dagen heeft verzet. Hij zegt dat er ook een goed gesprek is geweest met de rapers. De kabels verbranden om de koper weg te halen, allerlei soort van toestanden. We hebben een gesprek gehad met de mannen nadat de politie heeft ingegrepen, dankzij KPS, de minister heeft ingegrepen, ook met mensen van het leger. We hebben de mensen opgetrommeld. We hebben de mensen verzocht, kijk, het is, zij geven aan, dit is hoe we ons brood verdienen. U kunt u niet voorstellen, de mensen hebben soms een huisje gebouwd op zo'n vuilstortplaats. Maar dit kan niet zo doorgaan, hebben we aan de mensen aangegeven. Gewoon, dit veroorzaakt een calamiteit. U veroorzaakt een ramp als u daar vuur zit te maken en de zaak zit. Dus men moet gaan begrip gaan hebben voor het feit dat we nu hebben afgesloten. Hebben gezegd, nee, het is niet toegankelijk. U kunt niet daar komen om brand te stichten of vuur aan te maken. Dit is de consequentie. En het moet worden op een bepaald moment, als je zo doorgaat, gisteravond nog een brand gesticht, is het niet meer te overzien. De bron van het probleem is nu aangepakt, verzekerde de VP. De regering hoopt dat zaken vrijdag weer genormaliseerd zijn. DC Hankers haalde aan dat niemand wil dat zich een ramp voordoet. Maar als die er is, moet die met vereende krachten aangepakt worden, benadrukt ze. Ik mag u aangeven dat de assistentie van zeker uit de regering, KBS, openbare werken, maar zeker ook de bestuursambtenaren, divers was dat wij vandaag de dag tot heden nu nog bezig zijn om die awareness naar de mensen toe te gaan, om ze een medeleven te tonen. Het is niet makkelijk, maar ik wil u aangeven dat wij door zullen gaan. Net wat de minister heeft aangegeven aan VP en de VP, wij streven naar vrijdag dat alles genormaliseerd is. Ook mijn bezorgdheid, zeker naar alle burgers, niet alleen vanuit het district Wanica, maar alle burgers die getroffen zijn. Onze verontschuldigingen. Ik denk dat het een probleem is waarbij wij allen gaan moeten zitten om te gaan kijken hoe wij dit tot de oplossing gaan kunnen brengen. En daar is waar we naartoe werken. Ik dank u. Tot zover DC Hankers vandaag op de persconferentie in verband met de situatie bij de vuilstortplaats Ornamibo. De scholen in de buurt van de vuilstortplaats zijn gesloten en zullen waarschijnlijk pas maandag weer opengaan. De overige sprekers gaven vanuit hun discipline aan welke maatregelen er getroffen zullen worden om dit probleem structureel op te lossen.